aan U26-lijsttrekker Roy Luca de eer om het witte doek als eerste kleuren. De groene kleur van onze mooie bossen op de Heuvelrug. Onze groene longen, en die gaan we extra accent nu geven. Samen met zijn collega's maakt Luca, onder begeleiding van een kunstenaar, een enorm kleurrijk schilderij. Ja, we staan hier op het Eemplein in Amersfoort om de officiële aftrap van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen te hebben. 15 maart mag iedereen stemmen, kan iedereen kleur geven aan de provincie Utrecht. De politici komen hier niet alleen om te schilderen. Er is ruimte voor kennismaken. Politieke nieuwkomers worden verwelkomd. Nou, de Eerste Kamer sta ik ook op de lijst. En ook de kiezer laat zich vandaag horen. Doe je best voor de mensen die last hebben van vervoersarmoede. Ondertussen begint het kunstwerk al aardig vorm te krijgen. De kleuren die de lijsttrekkers kiezen hebben trouwens lang niet altijd te maken met de politieke kleur die ze vertegenwoordigen. Ja, oranje. Waarom? Omdat dat nog ontbrak. Dus het is gewoon ook een mooie kleur. Al zijn er partijen met de verfkwast in de hand die juist wel een politiek statement willen maken. We hebben onze mooie logo, de vlinder, hebben wij aangebracht op dit schilderij. En ik heb even ook nog een leus Team Planet eronder gezet. Maar wie denkt dat je zomaar alles mag schilderen, komt van een koude kermis thuis. Ja, en dan wordt het zomaar weer gehaald. Dat is toch jammer, hè? Het is, heb ik te horen gekregen, is niet de bedoeling. Dus af en toe moet ik even een kleine tekst weghalen. Voelt een beetje flauw, ik snap het wel, maar wordt er toch een mooier geheel van. Dat zeker, want na anderhalf uur creatief met de kwast mag het resultaat er zijn. Al zijn er altijd kunstenaars die niet van ophouden weten. Dat is in ieder geval voor de kunstenaar een ding dat hij heel mooi in kan kleuren. Dus dit is een voorbeeld hoe onze mooie provincie moet blijven in de toekomst.